De brunch staat klaar en ik heb echt honger nu. We zitten in de auto. We zijn aangekomen. Ik heb ook het cadeau bij me. Ik was heel bang dat ik hem ging vergeten. Alsjeblieft, er zitten heel veel cadeautjes in en je mag ze er één voor één uithalen. Ik wil een... En nu weet ik niet wat ik moet eten. Goedemorgen! We zijn wakker geworden met z'n allen. Yay! Maar iedereen zit op zijn telefoon. Marco hier. En zij ook. Sarah zit bij Lola en Nisa. Maar goed, we werden allemaal rond dezelfde tijd wakker. En ik moet mezelf weer klaarmaken. Want dan ga ik de paasbrunch op tafel zetten. En ik heb er zin in. En jullie zijn allemaal stil in de telefoon. Wij ook! Yay! Yeah. Ik heb me aangekleed, echt douched en opgemaakt. Ik heb deze trui aan, die is van Warehouse, Rock, Benetton. Laarsjes zijn van Vagabond en ik moet mijn sieraden nog doen. Maar ik ga nu eerst de paastafel maken, want we gaan zo lekker brunchen. De brunch staat klaar en ik heb echt honger nu. We zitten in de auto, Sa en ik, maar Marco gaat niet mee, die gaat andere dingen thuis doen. En we gaan nu naar Irene, want Jasmijn is vandaag jarig. Wel heel mooi dat het natuurlijk precies met de Pasen is, want dan is het toch wel iedereen vrij. Zo even een stukje rijden, maak het er wel zin in. Ik heb Irene echt al een tijd niet gezien. We spreken elkaar wel over de app en zo, het is niet dat je elkaar dan helemaal niet spreekt. Het is verjaardag even. Nee, we zijn net voor de kerst zijn we nog langs geweest. En ook daarvoor, niet heel lang daarvoor, zijn we ook nog toevallig even geweest. Om bij het nieuwe huis te gaan kijken, weet je nog? Toen zijn we twee keer wat korter op elkaar geweest. Net als je net verder uit elkaar woont. Je rijdt niet even makkelijk, even heen en weer. Zeker, jullie gaan allemaal natuurlijk naar school en zo. Daarvoor was dat ook makkelijker voor we kinderen hadden. Dan kan je ook gewoon zeggen, bijvoorbeeld ik rijd mijn werk even door of wat dan ook. Maar ja, nu met school, je moet er staan en... Is dat gewoon lastiger? We zijn aangekomen. Ik heb ook het cadeau bij me. Ik was heel bang dat ik hem ging vergeten. En echt, ik heb bijna net zo lang gedaan over parkeerplek vinden dan over hier heen rijden. Maar Irena heeft echt een tik. Die heeft best wel veel huizen gehad sinds ik haar ken. En dat is echt al heel lang. Maar altijd huizen waar geen parkeerplek makkelijk te vinden is. Ik weet niet wat dat is. Dus echt al sinds ik haar ken ben ik altijd eeuwig aan het zoeken naar parkeerplaats. Elk huis weer. Oh, je weet nog waar het is? Alsjeblieft, er zitten heel veel cadeautjes in. En je mag ze er één voor één uithalen. Maar wel, moet je er niet voor, Mop. Eén voor één. Oh. En eerst moet je ze aan de baan plaatsen, hoor. Nee, dat is een cadeautje. Je moet ze eerst allemaal plaatsen. Nee, ze mag ze openmaken als ze eruit heeft. Maar ik kan je vertellen... Ja, het zijn er 67. Oh my god. Maar één voor één, hè? Nee. Terug, eentje pakken. Ja, alsjeblieft. Dat ligt aan Jasmijn. Dus je krijgt 67 kleine cadeautjes. Oh, dat vind ik lief. Ik kan zo gelijk niet zien. Heel asociaal. Dat je niet veel cadeautjes hebt gehad. Weet je
onderweg naar. Nee, ja, maar echt één voor één, hè? Ja, dat is wel even 5 cent. Mama heeft ze al mooi gepakt en ik heb al mijn stickers hier aan uitgegeven. Je hebt al de stickers, heeft heel de doos versierd. Ik denk dat ze ook een beetje in de rand onder zijn gegaan. En daarom zei ik het. Mama? Heb je er weer één? Alsjeblieft. Het is een beetje op de brug. Heel leuk, hè? Dankjewel. Nou, een half uur later. Jasmijn is bezig. Sarah is bezig. En die is bezig. Jee, met z'n drieën. Ze zijn er nog niet. 50 cent. Hey. Nee, man. Hard, hè, Jasmijn? Ja. Hard. Zo. Zo, ze slaat hem wel snel open, hoor. Bam! Daar gaat naar de buren. Maar dit is ook wel speciaal voor één keer gebruiken, daarna is hij klaar. Nou, dat maak jij toch wel even, dan doe je het vanavond weer. Ik kan hem alweer opnieuw vullen. Ja, graaien! Graaien! Yay! Het was zo gezellig. Even weer bijkletsen. Ja. Zoveel geloof. Ja, jij hebt heel veel met Storm natuurlijk gezeten. Ja, ook Roblox en ook een muziekspelletje. Dan moet je al die dingen, die vakjes aanraken. En soms zie je dan een licht en een donker. En dan moet je die lichten aanraken. Oh, dat is wel leuk. Over 100 meter. Sla linksaf naar de Noordsingel. Ja, en hij sla linksaf naar de Noordsingel. Een andere kant op gaan. Hij kan ook recht zijn. Volume omlaag. En je kan sterretjes en diamanten krijgen. Dat is wel zo leuk. Gooi en je kan ook kiezen welk nummer je wil. En ik vind Dance Monkey er wel heel leuk bij. Dat is wel heel leuk inderdaad. En waar gaan we nu naartoe? Ben ik een tukkie en af? Ja, we gaan lekker bij de Kentucky eten. Dus ik eet soms onverwachts bij Irena en soms dan thuis. Maar ik vind het dan heel vervelend als ik daar boodschappen voor in huis heb. Dus ik had toch gepland of halen af of eten bij Irena. Bij Irena. Jasmijn had een vriendinnetje slapen en dan had ze niet genoeg. Ik zeg, maar dat is geen straf. Ik vind het niet erg. Wij gaan lekker bij de Kentucky halen. Dus Sarah blij. En papa wilde niet. Die ging zelf even wat maken thuis, want die had net al honger. Ik wil een kidsmeal met crispy tenders en een chocolademilkshake. En patat. Frietsaus erbij. Nee, ketchup. Ja? Van de slagroom of de milkshake? Ja. Nee, jij bent niet zo van de slagroom. Ja, ja. Oh, ja, een heel klein beetje. Ja. En dan wil ik een 3-piece menu original. Met pasta guave. En een maiskolf, half maiskolf. Frietsaus erbij. Nee, dank je. Ja? Verder nog iets? Nee, dat was hem. Mag ik doorrijden naar het eerste aan? Dank je wel. Ruikt het? Ja, ik ruik het. Ik ruik het heel erg. Mijn maag ruikt het ook, zeg maar. Je gaat er helemaal van knorren. Dat zei jij toch vorige keer? Mijn maag gaat helemaal knorren. Ja? Ja? Aanpakken, goed terecht houden. Zo. Ja. Dankjewel. Kijk, dit zit er allemaal in. Ze hebben er best wel veel slagroom moeten. Ja. Sarah, pak anders maar borden. Dat is makkelijker. Voor ons om te eten. Nee hoor, we eten met z'n tweetjes. Dus ik hoef geen... Hey, oh! Dit is voor mij. Mijn mais, ja. En ik heb jouw eten. Oh, kijk hoe leuk. Wauw, Ruila. Hij is nog wel goed warm. Oeh, en mijn kip. En voor jou een tijdschrift. Het is een andere, hè? Ja. Oh, dat vond je zo leuk, want je was aan het lezen. Ja. Zo, en heel veel servetjes en zo. Ja. Yeah. Lekker eten. En wow, dit is super veel zout. Ja. En boter erbij. Zo, boter, peper, alles zit erbij. Wat rust hem op. Ja, het rust. Slaap lekker. Tot morgen. Gezellige boe. Marco is net naar bed gegaan en ik heb geëdit. En ik was al de boltype gaan kijken. En nu heb ik echt honger.
Maar, ik weet niet waar ik trek in heb. Ik heb eigenlijk nergens echt trek in. Ik heb alleen maar honger. Eigenlijk weet ik wel waar ik trek in heb, maar dat is geen optie nu. Ik heb trek in nog meer Kentucky. Het was echt, en dat zei ik al met eten, het was niet genoeg, zeg maar. Ik was niet voldaan, maar ja, om wel terug te gaan rijden vind ik ook weer zo'n ding. Dus dat heb ik niet gedaan. Maar daar heb ik trek in. Maar dat is niet mogelijk. En nu weet ik niet wat ik moet eten. Ik heb echt wel honger. What to do, what to do. En dan hebben we heel veel gezondere snacks in huis. Maar daar heb ik gewoon geen trek in. Rijstsaus en pindakaas heb ik geen trek in. Stokbrood heb ik eigenlijk geen trek in. Dan heb ik liga's, kaakjes. Nee. Wat ga ik eten? Ik denk dat ik dan maar fruit ga eten. Dat vind ik in ieder geval ook lekker. En dan doe ik in ieder geval nog gezond. Maar ik heb eigenlijk gewoon trek in heel veel vette patat en vette kip. Maar ik heb 2 appels gekozen. Oké, ik heb gewoon weer heel de tijd de Bold Type zitten binge-watchen. Maar ik vind het zo leuk. En nu is het weer een beetje laat. Maar ja, gisteren hebben we het onverwachts helemaal laat gemaakt. Dus wat dat betreft is het eigenlijk gewoon vroeg in verhouding met gisteren. En ben ik nog wel trots dat ik toch 2 uur eerder naar bed ga dan gisteren. En dan kom ik er vanzelf wel weer een beetje in een normaal ritme. Af en toe maak ik zinnen. Maar goed, ik ga lekker mijn bed in. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!